Het kinderkoor van de Vrije School is al maanden aan het repeteren voor hun aandeel in de Matthäus Passion op 16 maart in de Grote Kerk. Spannend vinden ze het. Bijzonder, een kinderkoor in de Matthäus Passion. Hoe, ja, en jij mag het instuderen. Hoe ervaar je dat? Ik vind dat heel erg leuk. Vooral omdat het de tweede keer is dat we dat doen. We hebben vaker met het koor meegezongen. En deze keer is de groep ook groter geworden. 26 kinderen die meedoen. Dus het enthousiasme neemt toe naarmate wij vaker gevraagd worden. En ja, het is feest. Ze weten ook vooral dat die uitvoering een echt feestelijk iets is. En daar verheugen ze zich op. Ja, ja. Nou, ze vinden het ook wel spannend hoor ik. Ja, ze vinden het spannend. Natuurlijk vinden ze het spannend. En we oefenen met kijken naar de dirigent en goed opletten en op tijd inzetten en zo. En we zien altijd, ook met de generalen en met de uitvoering zul je het ook zien, dat ze dan toch wegkijken en niet meer letten op de dirigent. Maar omdat ze met z'n 26'ers zijn, gaan ze dat ook wel redden. Dus ze ondersteunen elkaar ook. Hoe is het eigenlijk om mee te doen met de Matthäus Passion? Ik heb het nog niet eerder gedaan, maar het lijkt me wel heel leuk om te doen. En het is ook wel spannend. Hoezo spannend? Omdat je gaat zingen met twee grote mensenkoren en dan moet je helemaal dwars doorheen zingen. Inderdaad, dwars doorheen. Hè? En hoe gaat het nou? Want jullie zijn nu aan het repeteren, hè? Ja. Het gaat een beetje, we oefenen zin voor zin. En je vraagt soms, wat betekent die zin? En dan... Ja. En dan weten jullie het? Dan weten we het wel. En dan kunnen we het ook... Ik kan het dan tenminste wel beter zingen, omdat ik weet wat het betekent. Supergoed. Ik ben heel voorzichtig. En hoe is dat nou, dat oefenen? Dat oefenen, dat... zin voor zin en dan zingen we het een keertje samen en dan legt juf ook uit wat de zinnen betekenen. Ja. En maakt dat wat uit dat je weet wat je zingt? Ja, dat maakt het wel fijner. Ja. Want het is natuurlijk een vreemde taal, hè? Ja. Zing je thuis ook? Doe je aan muziek? Ik speel piano. Maar hoe kijk je daarnaar uit, naar dat zingen in die Grote Kerk? Ja, het lijkt me wel spannend, maar ik heb al wel een keertje eerder met de DM meegedaan. Dus.